Iconische figuren van huilende honden behoren tot het Nationaal Monument dat in Amsterdam thans een voltooiing nadert. Ze werden met drie andere beelden uit het atelier van wijlen John Redeker overgebracht naar de Dam, waar ze rond de grote piloon werden opgesteld. De verzetstrijder die het eerst geplaatst werd, stelt een handarbeider voor. Nadat hij zijn definitieve plaats tegenover het Koninklijk Paleis had gekregen, kwam de tweede verzetstrijder een hoofdarbeider voorstellend in de takels. Het werk werd onder meer gadegeslagen door de beide zoons van Redeker. De honden werden geplaatst op de voorhoeken van de platforms waarop zich de verzetstrijders bevinden. Behalve deze figuren werd op deze dag ook nog een van de grote leeuwen op zijn plaats gebracht. Het hele monument zal op 4 mei aanstaande door Haar Majesteit de Koningin worden onthuld.